Wie is toch deze? Die woorden schieten door mij heen als ik nadenk over de lezing die ik met jullie wil delen. En tegelijkertijd denk ik dat die vraag heel vaak gesteld wordt. Wie is toch deze? Wij willen eigenlijk altijd iemand in een kader stoppen. Wij willen mensen framen, want dat is makkelijk. Dan weet je waar je iemand, hoe je iemand kan benaderen en hoe je iemand... Oh ja, die denkt zo. Ik ben met wat jongens, ben ik bezig. En zo in alle ontspanning ben je met elkaar in gesprek. En een van die jongens die zegt op een gegeven moment tegen mij... Jij bent echt een goede moslim. Hij heeft mij als het ware het etiket moslim opgeplakt. Heerlijk om dan met elkaar door te kunnen spreken. En te kunnen laten zien dat ik geen moslim ben. Maar de volgeling van de Heer Jezus Christus. Zit je zo in gesprek met een aantal vrouwen. En ineens vraagt zo'n vrouw aan mij, ben je moslim? Nee, ik ben geen moslim. Of ik sta in gesprek met een man. Een goed gesprek. En ineens zegt hij, ja, mijn buurman is ook Joods. Mijn buurman is ook Joods, hoezo ben ik Joods dan? Of ik sta ergens met iemand in gesprek. Een fanatieke jongeling. Met zo'n mooie lange jurk aan. Je bent een Jood! Ze weten je heel gauw te bestempelen. En toch is het heerlijk om mensen te benaderen zonder als het ware een etiket op een persoon te plakken. Ik moet denken, in een van de lezingen gebruikte ik de naam van onze heiland, maar sprak ik ook over God en de naam van God. Ik noemde daar Jehovah, Yahweh, laten we daar niet over twisten, zo zei ik het exact. En vervolgens kreeg ik direct een mailtje van iemand van, waarom gebruik je die naam? Je bent toch geen Jehovah-getuige? Dus mensen hebben dat ook in het verleden al eens aan mij gevraagd, of ik een Jehovah-getuige was. Weer, als het ware, een etiket. Moslim, Jood, Jehovah-getuige. Maar nee, hoewel deze mensen als het ware een soort overeenkomst met elkaar hebben, en juist die even overeenkomst willen we met elkaar gaan bespreken, wil ik me niet scharen onder een van deze groepen. Hoewel ik van al die mensen hou. En verlang dat al deze mensen de Heer Jezus Christus leren kennen. Of ze nu een moslim zijn, Jehovah getuigen, een atheïst of een Jood. Wat heerlijk dat er al zoveel Joden zijn die ook de Heer Jezus Christus, hun Yeshua, hun heiland hebben leren kennen als de verlosser, de zaligmaker. Ja, weet je wat Paulus zegt? Die is een Jood die het niet is naar het vlees, maar die het is door de besnijdenis van het hart. Die is waarlijk een Jood. Het zaad van Abraham, de gelovigen, die mogen weten ingelijfd te zijn in die edele olijfboom. Ik was in gesprek met een moslim, een man die goed Engels sprak. En zo hadden we een mooi gesprek met elkaar, maar het gesprek werd daar erg vurig toen het ging over de profeet. En dan niet de profeet die zij volgen, maar de profeet die ik volg. Die niet alleen mijn profeet is, maar ook mijn priester en mijn koning. Die mijn heiland is en mijn verlosser. Jezus is zijn naam. Yeshua is zijn naam. Hoe kan het nou dat God een zoon heeft? Dat is niet mogelijk. Zo is hen geleerd. En dan gaat het daar over de godheid van Christus. Hoe kan de profeet nu mens en God zijn in één persoon? Zo had ik juist van de week een gesprek. Heerlijk, een mooi gesprek overigens. Met mensen die ook een framepje hebben opgeplakt, gekregen. Die ze zelf ook met eer willen dragen. Salafist. Een groep die binnen de moslimgemeenschap wordt betiteld als extreem. En wat hadden we een goed gesprek, wat was het mooi, wat hadden we ook veel overeenkomsten. Zij wilden in alles de profeet volgen. Zoals hij geleefd had, zo wilden zij leven. En zij leefden afgezonderd van de wereld.
En daar ging het gesprek van hun profeet over naar onze profeet. De vraag werd mij gesteld. Hoe kun je nou geloven dat hij God is? Dat is toch onmogelijk? En dat is juist de vraag die we met elkaar ook willen behandelen. Want ik weet, door de contacten die ik al zoveel jaren heb met verschillende mensen, dat er heel veel mensen zijn die vroeg of laat beginnen te twijfelen aan de godheid van Christus. Waarom? Omdat dat een opkomend iets is. En ik durf jou ook te zeggen waarom dat is. Er wordt twijfel gezaaid door de machten van de duisternis. Waarom? Als Christus, als de Zoon van God, als God in het vlees, van het toneel kan verdwijnen uit de gedachten van de mensen, dan is de tijd rijp voor de wereldkerk. Dan maakt het niet uit of je moslim bent of jood, of dat je een christen bent, of wat dan ook. Maar dan kunnen we samen één zijn onder die wereldwijde kerk. Maar nee, wat mij betreft, mijn heiland, mijn verlosser en zaligmaker, is de Zoon van God. Maar is het goed? Dan kunnen we dat zeggen, vol overtuiging. Maar moeten we dat ook funderen op het woord? Nou, wij hadden met elkaar de uitdaging aangegaan als gezin afgelopen week om een dag apart te zetten en te gaan studeren, alleen uit het woord, zonder iets anders erbij, om te bewijzen dat de Christus ook daadwerkelijk God is. En dat is een hele mooie uitdaging om dat te doen. Niet luisteren naar wat iemand zegt of wat internet zegt of wat de boeken zeggen, maar gewoon zelf dat eenvoudige woord van God gaan openen en dan met elkaar daarin op zoek naar het antwoord. Ieder afzonderlijk, om dan samen bij elkaar te komen en de bevindingen met elkaar te bespreken. Nou, ik wil met jullie zo eens wat bladeren om een paar versen. Er zijn heel veel dingen te zeggen, maar van tevoren zal ik je zeggen, als je begint te lezen in de Bijbel en je wil bewijzen dat Christus ook daadwerkelijk God is, dan kom je tegen best wat moeilijkheden aan. En dat is mooi. Het is mooi om ook eens je eigen standpunt als het ware aan de kant te zetten en vanuit een visie van een ander proberen te lezen. En ik zal je in één keer zeggen, ik heb geprobeerd om zeg maar het boek Matthäus te lezen vanuit het oogpunt dat Christus niet God was. En weet je wat dat met mij deed? Hoewel ik dat heel erg moeilijk vind natuurlijk, hè, want hij is voor mij alles. Hij is voor mij God, hij is voor mij mijn verlosser, mijn leven, mijn toekomst. Maar toen ik dat deed en ik ging lezen zijn woorden, toen dacht ik, het is helemaal niet vreemd dat de farizeeën boos op hem waren en hem verachten en hem wilden doden. Want je beproeft dan bij wijze van spreken een bepaalde arrogantie in de woorden die hij sprak. Maar als hij daadwerkelijk God is, is er van geen enkele arrogantie sprake. Dan is het het heilige, het zuivere, het ware woord. En daarom is het zo belangrijk om te ontdekken wie nou toch deze Christus van de Schriften is. En dan lezen we zo met elkaar, bladeren we door het woord. En dan gaan we naar Jesaja 7, het 14e vers. Daar staat: daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Immanuel, God met ons. Hier werd de Christus van de Schriften beloofd, geboren uit de maagd. En hij zou heten Immanuel, God met ons. We bladeren verder naar Jesaja 9, het 5e vers. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hier wordt opnieuw een profetie gegeven over de komende verlosser, die tegelijkertijd Vader van de eeuwigheid, ja, sterke God, wordt genoemd. Bladeren we verder naar Jesaja 11, het eerste vers. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Het is heerlijk om voor jezelf eens door de Bijbel heen te bladeren, door het Oude Testament en al die profetieën van de Heer Jezus te bekijken. Het zijn er zoveel en we zien ze vervuld in het Nieuwe Testament.
En dat is ook zo mooi als je dan door Matteüs bladert en je leest gewoon van hoofdstuk 1 tot 28 en je ontdekt opdat vervuld zou worden. De zoon des mensen, zo wordt hij daar omschreven als mens door Matteüs. En dan als je dan zo bladert naar Matteüs, het eerste hoofdstuk, en je leest daar het 23ste vers, dan staat er: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Hier is de schrift vervuld. Ja, opdat vervuld zou worden. Jezus, de Zoon van God, hij is gekomen. Nou, en als je dan zo door de Bijbel gaat bladeren, en ik zei het al, ik ging door Matteüs heen, en dan kom je tegen wat... kom je best wat dingen tegen. Want je kunt zeggen, nou, natuurlijk is Jezus God, want wij noemen hem toch Heere Jezus. En hij wordt in de Bijbel omschreven als Heere Jezus. Maar dan is het goed om daar voor jezelf eens kritisch ook naar te kijken. En dan wordt bijvoorbeeld Heere betekent, is Kyrios in het grondwoord. De engel des Heere, dat is de engel van de Kyrios, zeg maar, wordt daar beschreven. Maar in Matteüs 4, vers 7 zeg je, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Daar wordt het de Kyrios God genoemd. De Kyrios is degene aan wie je onderwerpt. Degene aan wie je als het ware als slaaf onderdanig bent. Dan zegt Matteüs 6, vers 24, niemand kan twee heren dienen. Dus je ziet dat er namelijk twee heren zijn. Denk aan de mammon en God. Kijk, er is maar één God. Je kunt niet twee heren dienen. Dus blijkbaar wordt zelfs het kwaad ook omschreven als heren. En in 1 Petrus 3, vers 6 lezen we van Sarah die haar man Heer noemt. En dan hebben we het over Abraham, die niet God is, maar toch Heer wordt genoemd. Je ziet dat het dus niet eenvoudig is om te bewijzen uit dat hij Heere Jezus genoemd wordt, dat hij daarmee dus ook daadwerkelijk God is. En dan zou je kunnen zeggen, nou, maar hij is toch de Zoon van God? Ja, dat klopt. En hoewel hij de Zoon van God is, lezen we in Matteüs 5, vers 9, zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. En daar is het woordje kinderen, het grondwoordje huos. En dat is zoon. Net zo goed als dat het de zoon des mensen is, de Heer Jezus Christus. En de zoon van David. En Gods zoon. Het is allemaal datzelfde woordje. Zelfs een jong van een jukdragend ezelin wordt met diezelfde woord omschreven. Of in Matteüs 23, vers 31, een kind der helle. Dat is ook hetzelfde woordje huos. En we hebben in Matteüs 13, vers 38, kinderen des koninkrijks en kinderen des bozen. Dus met andere woorden, om te zeggen, hij is de zoon van God. Dus daarmee is hij dus ook God. Dan zeg je, ja, maar wacht even, er zijn veel meer zonen van God. Ja, zij die door het geloof in de Heer Jezus Christus met God de Vader verzoend zijn, zijn kinderen Gods. Zij zijn zonen en zij zijn dochteren. Met hetzelfde woord. Dus ook dat is niet het bewijs. Nou, als we dan zo met elkaar op zoek zijn, dan is het wel heerlijk als je door het Matteüs-evangelie bladert en door de andere evangelieën. Om te zien, hij is dé zaligmaker. Hij is dé goede herder. Hij is dé deur. Ja, kortom, hij is gekomen om het eeuwige leven te geven. Maar was hij dan alleen mens? Nee, wij zullen door de Bijbel bladeren om een antwoord te krijgen op deze hele belangrijke vraag. Ik wil met jullie bladeren naar Openbaring, het 19e hoofdstuk, en dan lezen we het 13e vers. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Nou, het gaat hier over degene die ten gerichte treedt. Straks zal het oordeel plaatsvinden. Hij rijdende op het paard. Hij is bekleed met een kleed dat met bloed geverfd is. En we zouden kunnen zeggen, wat je zei, wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen? Het is deze die de naam heeft, het woord Gods. En dan gaan we met elkaar verder bladeren. Want wie is toch deze die de naam draagt, het woord Gods? En dan gaan we met elkaar naar het evangelie van Johannes. Eerste hoofdstuk. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat
gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Hoor je dat hij hier, het woord van God, wordt omschreven als degene die er van eeuwigheid was. Ja, in het 11e vers staat, hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hoe ernstig, hoe verschrikkelijk is dat? Maar degene die hem aannemen, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Zonen van God, dochteren van God. Doordat die ene zoon van God gekomen is om zichzelf te geven als een rantsoen, als een slachtoffer voor de zonde van het hele menselijke geslacht. Hij is geboren uit God. En zo worden ook wij geboren uit God. Hier staat in het 14e vers, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Ik wil met jullie bladeren naar Efeze 3, vers 9. Probeer voor jezelf goed te luisteren als we deze woorden overdenken, of je zelf kunt opmaken of de Heer Jezus Christus zich openbaart in het woord van God, of hij in het woord geopenbaard wordt als meer dan alleen de Zoon van God. Meer dan diegene die mens geworden is, die van God gezonden is om het ganse menselijke geslacht verzoening te brengen. Hoor je dat? Hij is gekomen om het ganse menselijke geslacht verzoening te brengen. Maar waarom gaan dan zoveel verloren? Omdat zij hem niet hebben aangenomen. Heb jij hem al aangenomen als het grootste geschenk dat er ooit op deze wereld gekomen is? Hij moest mens worden onder de mensen, opdat wij verlost zouden worden. Maar hoe kan God dan mens worden? Dat kunnen wij niet begrijpen. Zo'n heilig, zo'n rechtvaardig, zo'n oneindig machtig God. Kan hij mens worden? Zo laag afdalen? Ja, wat voor ons mensen onmogelijk is, is mogelijk voor God. Zou er bij God iets onmogelijk zijn? Efeze 3. Paulus zegt in het 8e vers, mij van de allerminste van al de heiligen is de genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. In de beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Ja, alle dingen zijn door hem geschapen. Zo lezen we ook in Colossenzen het eerste hoofdstuk, het 16e vers. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. O, halleluja. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Hoor je dat? Door hem zijn alle dingen geschapen. Ja, Maria moest zwanger worden. Zij was een maagd. Ze had geen gemeenschap gehad met Jozef, haar ondertrouwde man. Maar zij werd zwanger van de Heilige Geest. Zoals God uit het stof van de aarde de eerste Adam tot leven riep, zo heeft God door zijn Heilige Geest uit Maria de Zoon des mensen, de Zoon des levens, tot leven geroepen. Hij moest worden een kindje, groeiend in de baarmoeder
van Maria. Opgroeien van een baby tot een jonge man, van een jonge man tot een voorganger. Ja, hij heeft hetzelfde leven geleefd als wij. Hij heeft verdriet gekend, hij heeft pijn gekend. Hij heeft de verleidingen gezien. Hij heeft de zonde om zich heen gezien. Hij is bewogen geweest met de mensen. Maar hij heeft in dat alles niet gezondigd. O groot is deze Christus, de Zoon van de levende God. Hij die aard en hemel schiep, werd mens zoals wij. Is het geen wonder? Is het geen onbevattelijke grootheid? Zullen we samen bladeren naar Openbaring, het tweede hoofdstuk. Openbaring 2, en dan lezen we daar het 8e vers. En schrijf aan de engel van de gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weder levend is geworden. Hoor je dat? Hij die aard en hemel schiep is de eerste en is de laatste. Hij is dood geweest en weder levend geworden. Ja, hij heeft zijn leven afgelegd aan het vervloekte kruishout, opdat wij tot in eeuwigheid niet onder die vloek zouden hoeven te zijn. Hij heeft de prijs betaald door zichzelf af te leggen, door zichzelf over te geven. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar heeft hij als het ware de hele Godheid als het ware aan de kant gezet. Om geheel mens te zijn en zichzelf geheel te geven. Ja, God gaf zichzelf. Wij bevatten het niet. Zelfs als ik deze dingen uitspreek, dan denk ik, het is een wonder, het is een mirakel. Wij begrijpen het niet. En we kunnen het zelfs, als we op dit gebied komen, dan moeten we voorzichtig zijn. En dan moeten we vol eerbied en diep respect over deze dingen spreken. Wie is toch deze? Wie is toch deze? Hoofdstuk 1 van Openbaring, vers 8 en 9 zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, zegt Johannes daar, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. Hij was een getrouw volgeling van zijn meester, van zijn kurios. Niet zichzelf, maar hij zocht de ander. Hij volgde hem die zichzelf aflegde. En ook Johannes wilde zichzelf geheel wegcijferen en kwam vanwege dat leven in de ban op het eiland Patmos. En ik was in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een grote stem als een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Namelijk tot Efeze en tot Smyrna, tot Pergamum en tot Thyatire, en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. Hij is die Alpha en die Omega, de eerste en de laatste. Hij die is en die was en die komen zal. Zullen we samen bladeren naar het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22. En dan zien we daar in vers 13. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Hoor je dat? Wat Jezus van zichzelf zegt? Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. We hebben het net gehoord. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Ja, uit die afgehouwen tronk
daar is Christus als het ware op gekomen. En hij zegt in de 12e vers, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij om een ieder te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Hoe is het met ons werk? Wat is het werk wat wij voortbrengen? Misschien zeggen we, ja, maar wacht eens even, wij zijn uit genade toch alleen maar zalig en wij hoeven toch niet te werken? Wij kunnen niet werken om onze zaligheid te verdienen. Maar zij die de zaligheid uit genade ontvangen hebben, zij willen niet anders dan de werken Gods werken. Zij zijn op zoek om steeds meer en meer die Alpha en die Omega, dat begin en het einde. Hij die aard en hemel schiep, hij die zijn woord gaf op de Sinaï. Hij die de offerdienst instelde om zichzelf te openbaren door het slachtoffers heen, om aangewezen te worden later als het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Hij gaf zichzelf en hij zal straks komen om rekenschap te vragen van ons en onze werken. Hoe hebben wij gewandeld? Naar ons eigen inzicht, naar tradities, naar inzicht van mensen, mensen die dit woord haten? Of hebben wij gezegd, Heer, ik wil u kennen met heel mijn hart en ik ben op zoek hoe u wil dat ik wandelen zal. Ja, ik wil wandelen in de werken die u voor mij bereid hebt. Oh, wat een zegen is dat, om dat te mogen doen. Zullen we samen wandelen naar Hebreeën 1, eerst en het tweede vers met jullie lezen. God, voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. Ja, die Zoon. Die niet alleen de Zoon van God was, maar die de gezalfde was. De afgezonderde, de Messias. Hij, Yeshua, die in zichzelf, in zijn naam, de verlossing draagt. Hij is de verlosser die door het hele Oude Testament al werd aangewezen als de Yeshua, de verlossing. En er staat er in het tweede vers, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Nee, Jezus begon niet zijn omwandeling op zijn 30ste. Jezus was er al reeds voor alle dingen. Ja, toen Adam gemaakt was, was daar Christus. Ja, Christus riep Adam tot leven. En hij moest zelf de tweede Adam worden, omdat in de eerste Adam de hele wereld gezondigd heeft. En nu moeten wij opnieuw geboren worden. Niet uit stof, maar uit de geest. In Christus Jezus moeten wij een nieuwe schepping worden. Oh, wat een geheimenis. God moest mens worden. En hij is mens geworden. Hij is de Zoon des mensen. Ja, hij is God en mens in één persoon. Ik wil met jullie bladeren naar 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Onze God en zaligmaker Jezus Christus. Wie is jouw God? Is Jezus Christus jouw God? Dan mag je jezelf geheel overgeven. Dan volg je niet langer jouw eigen wil. Maar is Hij jouw Kyrios? Is Hij jouw verlosser? Is Hij jouw zaligmaker? En weet je wat een verlosser doet? Een verlosser verlost. Dus als jij gebonden bent aan zonde, of als jij merkt dat er nog een verlangen is naar bepaalde zaken die je weet dat die niet goed zijn, als het gaat om het woord van God, wat je ernaast kan leggen, leg je het woord van God naast je leven en naast je verlangens, naast de keuzes die je maakt. En als je ontdekt dat het niet met elkaar matcht, weet dan dat de verlosser gekomen is om te verlossen. En als daar geen verlossing plaatsvindt, dan is mijn vraag aan jou. Ken je hem als jouw zaligmaker? Als jouw God? Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Ja, Petrus noemt zichzelf hier een dienstknecht en apostel, een slaaf, een doulos van de Kyrios, Jezus. En Johannes 5, vers 20. Doch wij weten dat het de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen en wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze
Jezus Christus, deze, is de waarachtige God en het eeuwige leven. Vrienden, we kunnen nog zoveel meer teksten met elkaar opzoeken, waaruit blijkt dat Jezus Christus, Zoon van God, Zoon des mensen, maar ook waarachtig God was en is. Mijn Heere en mijn God. Mijn Kyrios, u aan wie ik mij wil onderwerpen. Ja, mijn God. Hoor je het? Is dat ook jouw getuigenis? Jezus, mijn Heere en mijn God. Hij is gekomen om te verlossen, om zalig te maken dat wat verloren is. Ook vandaag is Hij dezelfde. Die is en die was en die komen zal. Want Hij is opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel. En daar is Hij, zittend aan Gods rechterhand, als onze hoge priester. Hij bidt voor ons. Hij heeft gebeden. Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Ja, dit woord is de waarheid. Ja, Jezus is de waarheid. In Hem geborgen te zijn, betekent in Hem veilig te zijn. In Hem geborgen te zijn, betekent een nieuwe schepping te zijn. En zo mogen we al de dagen van ons leven Hem leren volgen. Als de mensen aan jou vragen, is Jezus God? Dan zeg je ja, ik begrijp het niet. Maar ik weet met heel mijn hart dat Hij mijn Heere en mijn God is. En zij die dit loochenen, moeten we scharen onder de antichrist. Er zijn vele antichristen uit ons uitgegaan, zegt Johannes. En het zijn zij die loochenen dat Jezus Christus God is. Ja, Gods Zoon is gekomen. Hij is de Zoon van God, maar Hij is ook God. Mens in vlees. Kunnen wij het begrijpen? Nee. Maar we hoeven ook niet alles te begrijpen. Kunnen wij begrijpen dat God uit het stof een mens voortbrengt? Dat Hij in 6 dagen aard en hemel schept? Dat Hij nog steeds voor deze aarde zorgt die zo vol zonde en ongerechtigheid is? Kunnen wij het begrijpen? Nee. Ik denk dat het belangrijk is dat we door de liefde van God gedreven worden om in deze wereld te laten zien dat Jezus God is. Met alle respect voor de mensen om ons heen, waarin ze ook geloven, wat hun filosofie, hun levensovertuiging of hun religie ook is, laten wij elkaar respecteren, liefhebben en tijdens dat respectvolle contact zoeken dat levende evangelie uit te leven en te verklaren. Hoe kunnen we dat doen? Niet in eigen kracht, maar gedreven door Gods Heilige Geest. Laten wij dit doen in afhankelijkheid van Hem, nu het nog kan. Iedere zondaar die wordt aangeraakt door die evangelieboodschap, heeft nog de gelegenheid om zich te bekeren voor het te laat is. Want Hij komt om de aarde te richten. Aan welke kant zul jij dan staan? Heb je Jezus Christus leren kennen als jouw zaligmaker en verlosser? Dan zal het zijn, komt in, gij gezegende mijns vaders, en beërft het koninkrijk, het welk u bereid is, van voor de grondlegging der wereld. Hij was er voor de grondlegging der wereld. En Hij moest lijden aan het kruis. Niet verplicht, niet gedwongen, maar omdat Hij het was, wilde Hij zijn Vader, hier ben ik. Ik zal mijn leven geven voor hen die verloren liggen in zonde en schuld. En zo gaf Hij zichzelf over. Dat is een vraag die je kan stellen. Is het dan niet wreed dat God zijn Zoon laat sterven? Jezus heeft zichzelf aangeboden. Het is voor ons een mysterie. Maar Hem willen we volgen. En als we Hem niet volgen, lieve vrienden, dan zal dat oordeel wat op het kruis houdt, op Jezus is uitgestort, worden uitgestort op de mens die niet schuilt bij Hem. Overschrikkelijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God. Hoe erg zal het zijn om te horen uit zijn mond, die mond van Jezus, die is, die was en die komen zal, gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur
hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. O vrienden, kom, schuil nu achter Jezus. Leg alles af wat geen God in Christus is. Geef jezelf over en leer te leven, dag bij dag, in het vertrouwen. Ja, je zult 's ochtends opstaan en je zult zeggen, Heer, ik wil voor u alleen leven. En je bent misschien nog geen uur verder en je zegt, ach, het lukt niet. En als je 's avonds terugkijkt, denk je, wat heb ik er een potje van gemaakt? En de duivel is erop uit om jou wijs te maken dat je daarom geen heil bij God hebt. Dat je niet mag vertrouwen dat al je zonden om Christus wil vergeven zijn. Hij wil verhinderen tot Christus te komen. En hij wil verhinderen om in en met Christus te leven. Maar kom, zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Leg je leven in zijn hand en weet jezelf geheel afhankelijk. Ja, die weg van het struikelen en jezelf tegenvallen is nodig om alles te verliezen en je geheel in hem geborgen te weten. Nee, van mij is geen enkele verwachting. En daarom kijk ik omhoog en zeg ik, Vader, bewaar mij. Houd u mijn hand gevat. Leid mij in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Lieve vriend, lieve vriendin, verblijd je in de Heere. En roep uit met Thomas bij het zien op die gekruisigde en opgestane levensvorst. Jezus, de Christus, de Zoon van de levende God. Mijn Heere en mijn God. Hij zegene jou. Shalom.